Staan klaar voor 6 rondjes. Korea. 1 keer werden ze dit seizoen derde tijdens de wereldbeker in Harbin. En Canada, de grootmacht van vroeger. Ooit zilver op de Spelen van 2006. Met een gouden generatie van Klaassen, Hughes, Groves. Maar die tijd is lang geleden. Nu weer helemaal in opbouw onder een Nederlandse coach, Schouten. En hier schaatsen met Blondin, Tut en Weideman. Meteen al voelen waar de schaatsen voor je zit. Laten weten dat je er bent. Die eerste lastige meters. Nederland de grote favoriet. Natuurlijk, zij zijn de regerend wereldkampioen. Japan is de nummer 2. Zij werden wereldkampioen in 2015. Als je hier iets laat liggen, kun je zomaar naast het goud pakken. Canada was in het verleden ook qua lengte enorm in balans. Dat is nu een groot verschil. Kijk naar het verschil. Het lijken de Daltons wel zo, hè? Weideman is de langste vrouw daarachter. De beste Canadese, normaal gesproken, is Blondin. Die nu fors aantrekt. Canadezen voor Korea. Acht landen. De eerste 3 in de prijs. Geen afvalsysteem zoals op de Spelen, maar gewoon 2 tijdritten los van elkaar. De Koreanen hebben het moeilijk. We moeten om in het schema te blijven. Om in het gareel te blijven. En nu de Canadezen weer met een overname. Nu Korea met Bo-Rum Kim als grote vrouw. 8e op de Spelen van 2014. Veel in geïnvesteerd. Maar de Canadezen zijn sneller dan Korea. Hier liggen de kansen vooral. En op de massastart die nieuwe onderdelen. Dat hebben ze in Korea goed ontdekt. Dat wat de Canadezen ook probeerden. Zij waren voor het eerst met hand op de billen. Ja, die zo enorm specialiseerden. Maar dat ging helemaal mis bij de vrouwen bij de Spelen van 2010. Maar de mannen wonnen daar wel. Canada ver voor Korea. Zijn nog steeds uit beeld. Bijna 1 seconde verval per rondje bij Canada. We gaan aan een tijd boven de 3 minuten. Hier mooi in beeld. Ja, Blondin aan de leiding. Gisteren sterk op de 3. Een van de favorieten voor de maststart. En nu de leider. Oh nee, dan val je de laatste bocht in de laatste bocht. En de tijd van de derde geldt. Oh, en je ziet die kopjes gaan. Ze weten het. 1-2 is al binnen. Dit is vermoeidheid. En herinnert u zich nog die val van Annie Vriesinger? Die bleef ternauwernood staan op het laatste bocht. En viel op het laatste rechtend. En zwom als het ware over de finish. En kikte die voet eroverheen. En Tut valt precies op de verkeerde plek. Blondin die zoveel werk heeft verricht, zeg. En dat zou een tijd zijn geweest rond de 3-0-0. Drama voor de Canadezen. En 1 concurrent weg voor wat betreft de Nederlandse vrouwen die ook hun drama al hebben gekend. Oh, kijk, op kijk, 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 kijk. Ja. In de allerlaatste bocht. En voor de Canadezen staat zoveel op het spel. Zo weinig financiën tegenwoordig. Dat als je hier bij de top 3 schaats, dat je zeker bent voor een jaar lang. Olympisch geld komt dan naar je toe. 1 val kan behoorlijke financiële consequenties hebben. Dat beseft Tut zich. Ja, en niet alleen voor haar, maar ook voor haar ploeggenoten. En dat maakt de last zo groot. Maar het gebeurde meerdere mensen. Het gebeurde zelfs Sven Kramer in 2006. Die stapte op een blokje. En dit is gewoon een val van vermoeidheid. In die laatste bocht 2 slagen meer en ze zouden finish over zijn gegleden. Maar het is een spel van de zwakste schakel. En nu wordt het ijs gemaakt en het is echt onzin op de plekken waar ze is gevallen. Want daar schaatsen we helemaal niet. En een klein beetje ijs erin. Maar goed, dit is dus wat je kan overkomen. Het is wat Nederland ook overkwam in Heerenveen. Met de Vries die onderuit ging. Maar kijk nou eens. Ja, dit is pure emotie. In Canada worden teamsporten zeer serieus genomen.
Ze laat haar team in de steek, zo voelt ze dat. En ze reden goed. Als team. En zij is de minst sterke. Ja, nu ligt er een beetje ijs in, maar ik verzeker je, als je daar met de schaats erheen komt, trap je het ijs er zo weer uit. Scheidsrechters zeggen ook wegwezen daar. Nederlandse hoofdscheidsrechter Timmerman uit Amersfoort. Gedecideerd. Ja, geen oponthoud meer. Ja, want nu krijgen we aan de start ook pure specialisten met onderdeel. Poolse vrouwen. Ja, gevaarlijke ploeg uit Polen. Nummer 2 van de Olympische Spelen. Wachleda Kourous, Cerwonka en Wozniak. Ze schaatsen tegen Amerika. Die zouden kunnen starten in een ideaal scenario met Bo en Richardson Bergsma. Maar Bo is niet hier en Bergsma heeft andere prioriteiten. Dus hier Manganiello, Gunter en Petra Ecker. Dat is de grootste achterin. Polen zijn de ploeg die meer en meer de vorm is geraakt op dit onderdeel. Dit was altijd hun ankerpunt. De ploegachtervolging was het onderdeel dat ook hun tijden op de individuele afstanden omhoog stuwde. Hier waren ze goed in. 2 keer op de afgelopen spelen op het podium. Zilver en brons. En dit seizoen van de 5e naar de 6e, maar toen naar de 4e plek in Astana en in Heerenveen. Een medaille met 3:03:50. Oh, dat gaat al bijna mis. En we zijn nog niet eens een rondje door. Dat kost openingtijd. Want de tijden worden gebaseerd op de 3e. En Polen nu uit elkaar getrokken. Ja, dit is een fout waarbij je niet meer kunt herstellen bij. Cerwonka moet wachten. Totdat ze weer bij is, Wozniak. Amerikaanse ploeg rijdt. Nu al 2e ronde achter Mia Manganiello. Manganiello is de motor van deze ploeg. Zij is de beste 3 kilometer vrouw. Veel beter ook dan Ecker, een echte allrounder. Ja, beide spelers zullen ze ook kunnen beschikken over Bo en Richardson Bergsma. Maar zijn ze gevaarlijk? Dit seizoen nog niet. Niet beter dan de 6e plek. Vorig jaar niet eens van de partij op het WK. Laatste wereldkampioenschap dat de Amerikanen aan meededen is in 2012. Toen werden ze de laatste 8e. Bij de Polen is het helemaal mis. Ja, je weet ook als je zo vroeg valt, dat sluit natuurlijk in de ploeg. Waar hou je je geloof nog vandaan? Waar hou je de kracht om nog een keer iets extra's te geven vandaan? Als het zo vroeg gebeurt. Weer vallen ze bijna uit elkaar. Ja, er is wat aan de hand, want de ploeg is in de breedte een stuk beter dan ze nu laten zien. En Cerwonka was de vrouw in vorm. Daar wilden ze op steunen. Vergeleken wordt met Korea. Doorkomst. Manganiello nog steeds aan de leiding. Die doet al het werk alleen met Ecker achter zich aan. En Kelly Gunter. Maar wie kan haar overnemen? Kijk, daarachter is Gunter al dodelijk vermoeid. Die heeft al moeite met aanhaken. Wie kan er overnemen van Manganiello? Niemand. Nu moet ze. En dan zie je het wankelen. Ecker nu op kop. Manganiello duwen. Bijna met 2 handen. En ook daar is het een gevecht richting de finish. Moet Wozniak geholpen worden. Ja, het is een vreselijk onderdeel als je de minste bent van de ploeg. Het ziet er vreselijk uit. Manganiello met de helpende hand. Korea was het snelst, maar blijft dat ook. Amerika met 3:04:01 en 3:04:16 voor Polen. Een tegenvaller voor Polen. En de Amerikanen weten dat ze in deze opstelling gewoon tekort komen. Het gaat snel. 2 ritten gehad, 2 nog te gaan. En daar ziet u de oranje pakken al van de Nederlandse vrouw. Ja, natuurlijk een droomopstelling als de buitenlanders er naar kijken. Met de nummers 1 en 3 van de 3 kilometer en Marit Leenstra.
Maar het Japanse team is echt een team. Is gevaarlijk. Tweede op het WK vorig jaar. Wereldkampioen in 2015 in Heerenveen. En de sfeer bij de Japanse vrouwen is natuurlijk goed naar de wereldtitel op de 500 meter van Kudaira. Daar Bodum Kim met haar gele haar. Japan. Met Takagi Oshigiri en Tsuyoshi Takagi. Een gevaarlijke ploeg. Oshigiri had een heupblessure, is daarvan hersteld. Heeft hij wat kracht in de benen. En dus is de oppasser geblazen voor Nederland. Olympisch kampioen, wereldkampioen. Met grootheden. De grootste, Irene Wüst. Leenstra. En daarachter de Jong. Hoe scherp is Oranje? Kunnen ze hier gaan voor de vijfde wereldtitel? De mannen zijn dominanter geweest dan de vrouwen. En hoeveel concurrentie kan Japan ze geven? Wüst is in bloedvorm, dat liet ze zien op de 3 kilometer. Dat geldt ook voor de Jong. Leenstra is hier voor haar eerste optreden. Eerste meters. Je moet snel weg zijn. Goed georganiseerd. De Wit traint veel met zijn teampersoen vrouwen. Die kans heeft hij in Japan. 18-2. Snellere opening voor Nederland. Beide al meteen een seconde sneller dan Korea. Maar dat is te verwachten. Hierna nog één rit. Aziaten in beeld, maar Nederland aan de leiding. 32-02. Snelle start voor de oranje vrouw. En Wüst aan de leiding. Leens ertussen. Antoinette de Jongens derde. Verschil vorig jaar was maar 1900ste in het voordeel van Nederland. 1900ste. Maar Wüst is sterker dan vorig seizoen. Geef nu over aan Leenstra. Wüst is een afmaker. Die kan die snelheid hoog houden op dat laatste gedeelte. Kijk, het verschil is, zeg hij, zo, dat is al een gigantisch gat. Maar 27-2 is wel heel erg rap, dat hoeft niet eens. Pakken een seconde bijna op de Japanse ploeg. Even de spierballen laten zien, is dat genoeg? Dan hou je dat vol. Wüst controleert. En Antoinette de Jong zit er ook makkelijk achter. Zo, zeg hij, ze domineren de Nederlandse ploeg. Maar dat is nu nog anderhalve minuut. De Japanners hebben veel last gehad van blessures. Kijk, nu liggen de rondetijden iets dichter bij elkaar, maar is het verschil nog altijd groot. Japanse vrouwen twee rondjes 28-2, die rijden heel vlak. Nederlandse vrouwen van 27-2 naar 28-0. Nu aan de leiding Antoinette de Jong bij de Nederlandse vrouwen. Nu buiten beeld, nog altijd verder en sneller dan Japan. Nederland gaat heel erg lekker. Leenstra in derde positie, kan haar herstellen. Rustige slag van Antoinette de Jong. 29-0 voor Nederland. Japan nu sneller in de rondetijd. 28-8. Die hebben 16e verval. Maar straks komt Wüst. Wüst wacht haar kans af. Bondscoach Geert Kuiper heeft de teampersoet goed doorgesproken. En daar komt Wüst. Wüst aan de goede wissel ook. Antoinette de Jong die duikt er makkelijk achter. De bel. En veel sneller. Maar kijk eens, een seconde sneller zijn dan de Japanse vrouwen. Die versnellen zelfs. Maar nu weer Irene Wüst. Heel gevaarlijk wat de Japanners hier laten zien. Japanners zijn ook specialist geworden op dit onderdeel. Waar in Nederland iets minder op getraind wordt. Wüst verschil 16e. Het scheelt niets meer. Het scheelt bijna niets meer. Het wordt weer spannend. Wüst is weg. Leenstra moet mee kunnen. Die laat een klein gaatje vallen. Als we afkomen op de finish, zij aan zij, is het Wüst en Nederland met de wereldtitel als ze dit volhouden. Een geweldige tijd. 2:55.85. Dat is een geweldige, geweldige tijd, zeg. Dit is een geweldige tijd, vlak boven het wereldrecord. Dit is een Nederlands record voor Wüst. Zij werden tot het uiterste gedreven. Wüst, Leenstra en de Jong. Rijden een sensationeel snelle tijd en staan eerste.
Wat een race. En die slotronde van Japanse dames zo goed, kwamen dichterbij. Zo. De hele race al goed. Af en toe lieten ze een seconde vallen. De aanval afgeslagen. Goede wissels. Die laatste bocht. Maar ja, daar kan je nog wel wat hebben. Japanse vrouw met twee armen los op de laatste ronde. Maar het verschil is 6500ste in het voordeel van Nederland. Ah, als je wust hebt om die laatste ronde te rijden, dan heb je zo'n aas. De koningin van de winter. Toont haar spierballen en brengt Nederland naar de eerste plek als er nog één paar moet rijden. Duitsland tegen Rusland. En de Russische ploeg het hele jaar zo rond de tweede, derde plaats in de wereldbekers. Daar Duitsland, gecoacht door de Nederlander. Rijden met Düfter, Hiesbichler en Pechstein. Dat is een opvallende opstelling. Kraus buiten de ploeg gelaten. Jan van Veen speelt alles of niets. Snel weg, je moet die snelheid maken. En dan hopen dat Pechstein de kar kan trekken op het laatst. Tegen Rusland, Graaf, Voronina en Shikova. Ja, we hebben de Russinnen ook nog beschikking eventueel over Jurakova. Lubisheva, sterk team. En het zou kunnen betekenen, als die Duitsers wel een medaille pakken, dat Pechstein haar 30ste medaille binnen gaat halen. Voorlopig op de derde plaats, Duitsland. Ver achter de Nederlanders. Graaf nu bij de Russinnen. Shikova nummer 2. Russinnen vielen wat tegen op de 3 kilometer. Zevende en tiende. En kijk naar de volle ronde. 28-1 voor de Russinnen en 28-4 voor de Duitse vrouwen. Gaat op een plek op het podium. 1 Nederland, 2 Japan, 3 Korea. Als je maar in staat bent om die rondjes onder de 29 te houden, dan ga je onder de 3 minuten. Snelste twee tijden. 2.55 voor Nederland, 2.56 voor Japan en dan Korea met 3.02. Er is dus marge voor deze twee teams om zich naar die derde plek te schaatsen. Nu Shikova. Maar de Duitse vrouwen nog steeds een snellere tussentijd met Pechstein. Pechstein moet de rit bijna volmaken. Want Düfter en Hiesbichler zijn toch meer van de korte afstand. De Russen kunnen ook die langere afstanden aan. Hiesbichler nu op kop. Düfter daarachter, dan Pechstein. Duitsland. Nog steeds aan de leiding, maar de snellere rondetijd nog steeds voor de Russinnen. En hoe houden ze het bij elkaar voor die laatste paar rond? Nu gaat Düfter bij de Duitsers aan de leiding. Geen bedreiging voor Nederland. Kijk maar, 4,3 seconden achter. Nu ook geen bedreiging voor Korea. Want ook Korea ligt nu voor. Op dit moment. Maar ze hebben nog op marge. Het gaat om de bronzen medaille. Er zit precies een gat tussen van 7 seconden. Daar zitten ze nog onder. Rusland tegen Duitsland. Voor een plaats op het podium. Een hele vallende Russinnen. Dat was Shikova, de 1000 meter specialiste. Nu is het zwaar, nu is het moeilijk. Komt Pechstein opnieuw op het podium. Het zou een bijzonderheid zijn. De derde tijd is 3.02.95 van Korea. De Duitsers helemaal uit elkaar gevallen. Hier komt Rusland voor de derde plaats. Rusland met opnieuw een medaille. Duitsland vierde. Tweede wordt Japan. En de wereldkampioen voor de 5e keer is Nederland. De Nederlandse vrouwen doen het opnieuw. Af en toe was het een soort wie is de mol. Steeds gingen wat fouten afgelopen 2 jaar. Behalve dan op het WK in Kolomna. Ook dit jaar hebben ze hun moeilijkheden gekend. Ook in de opstelling. Maar ook dit jaar is het op het moment suprem. Weer Wüst die het allemaal goed maakt voor Oranje. Daar nog de beelden van de vermoeide Duitsers. En de nummer 3 Rusland. Die een klein feestje gaan vieren. Daar met hun reserve Kazelina, Voronina en Graaf. Zij zijn een 3-eenheid steeds op het ijs. Shikova is van een andere ploeg. Die houdt zich daar nu nog niet bij.
Eens kijken of we ook de Nederlanders kunnen zien. En hoe zij dit feestje vieren. Want met deze overwinning is Irene Wüst ook nu meteen de meest succesvolle schaatsvrouw ooit op een wereldkampioenschap schaatsen. 12 keer goud. Het is de 5e wereldtitel voor Nederland. Daar staat het met een geweldige tijd vlak boven het wereldrecord. De 2e tijd ooit gereden. Nieuw Nederlands record is goed voor de overwinning. Japan 2, Rusland 3. Brons voor de Russen.